ben Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kelvin. Ik heet jullie welkom bij een gloednieuw video op mijn kanaaltje. Het is deze hele maand Kelsember, wat betekent dat ik elke dag van de maand upload. Zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is het aantal likes... Binnen 24 uur, mochten jullie dit nou lukken, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Dan ga ik gewoon weer hard om ervoor te zorgen dat we jullie episch kunnen laten lachen. What's good, Kelfam? En mocht je nou kans willen maken op een bezoekje van mij bij jou thuis, om lekker te chillen, om even te hangen, om even te jammen, you know what I'm saying, motherfuckers. Laat dan even een leuke reactie achter onder deze video en wees geabonneerd op mijn kanaal. Peace, motherfuckers. Laten we overgaan op de orde van de dag. Namelijk, je hebt het in de titel gezien, een week leven als Femke Louise. En mocht je nou niet weten wie Femke Louise is, dit is Femke Louise. Ik ga deze hele week, elke dag, een foto of een Instagram story of een filmpje van Femke Louise namaken die zij heeft geplaatst op haar Instagram. En ik wil het zo goed mogelijk doen om ervoor te zorgen dat mijn posts zo identiek mogelijk zijn aan die van haar. Even een voorbeeldje. Bam! 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 Dat waren de vorige foto's die ik na heb gemaakt. Zoek de verschillen. Het is onmogelijk. I'm motherfucking must! Goed, ik kan het nog heel lang gaan uitleggen en heel lang gaan vertellen, maar jullie kunnen het ook gewoon gaan checken. Dames en heren, jongens en meisjes, koekjes en peren, Kelfam members, veel plezier met het kijken van deze video. Een week lang leven als Femke Louise! Een hele goede morgen, lieve mensen, Kelfam. Leuk dat jullie kijken. Dit is de foto van vandaag. Het allereerste fotootje bij een zwembad, ergens op de wereld. En laat ik nou toevallig in de prachtige foodhallen zijn in Amsterdam, want hier heb je de Canarie Club. En daar heb je volgens mij een plekje waar deze foto is gemaakt. Dat is het handige als je in Amsterdam woont, dan ben je inmiddels een beetje op de hoogte van waar alles een beetje is. En stiekem heb ik misschien ook wel even haar fotograaf gebeld om te checken waar het was. Maar goed, hey, ik ben er. Kijk, ik heb wel, als het goed is, hetzelfde outfitje geregeld, dezelfde schoenen, dezelfde rotzooi. Ik heb ervoor gekozen om niet mijn haar te doen, want ja, Femke heeft elke dag van de week een ander kapsel, dus dat wordt onmogelijk. En je ziet er ook eigenlijk altijd een beetje debiel uit met een pruik. Dat moet ik ook eerlijk toegeven, maar we gaan ons best doen. Goed, ik heb ook vandaag weer onwijs mijn best gedaan om exact hetzelfde kledingoutfitje als Femke te regelen. Eigenlijk het allerbelangrijkste van deze hele foto, deze patta's. Dit zijn exact dezelfde schoenen die Femke. Femke heeft een soort van ding aan met doorzichtige lange mouwen. Nou heb ik dit gehaald, alleen dit is een soort van, ja, je ziet wat dit is. Dus ik ga het even doorknippen, want ik ga hier niet in rondlopen. Oké, top. Ik ga me even omkleden. Mijn mannelijkheid is inmiddels weg, maar we komen wel in de buurt. Ik heb een vrijwilliger gevonden die de foto even voor me wil maken. Want ja, Sean kon er niet bij zijn vandaag. Sean, als je dit ziet, flikker op. Succes ermee. Hier is de originele foto. Even je hand daar, ja. Je voet iets naar achter. Hoe moet ik kijken? Zwoel naar voren, ja. En je borst vooruit. Zoiets? Ja. Volgens mij zit hij ertussen. Okay. Op de foto van Femke heb je een beetje zonlicht. Dat hebben we vandaag niet. Helaas ben ik moeder natuur's grootste vriend niet. Maar als je de foto's naast elkaar zet met een beetje kleurbewerking, dan ben ik heel gelukkig. Kijk hoe ik erbij loop. Ik wil dit heel snel uitdoen. Ik zie jullie morgen. Hey. Het is dinsdag en ik heb ervoor gekozen om geen foto na te gaan maken vandaag, maar een story, namelijk deze. You want chicken? I am chicken. En nou heb ik even mijn detectives erop uitgestuurd om precies te achterhalen waar deze story gemaakt is. En voor ik het wist was ik in fucking Almere. Ik heb achterhaald waar de story gemaakt is en dat was in de Solo XXL store. Namelijk hier. Letterlijk deze winkel. Er moet dus een plek zijn met een kip en die achtergrond. Maar deze winkel is mega. Dit is niet normaal. Volgens mij heb ik de kip gevonden. Dit is hem gewoon, joh. Dit is fantastisch. Als jullie me al langer dan vandaag kennen, weten jullie dat ik best wel een fucking grote kop heb. Dus ik ben bang dat dit niet gaat passen. Ik neem al mijn woorden terug. Het past. Ik zit precies bij dezelfde de Hollandse vlaggetjes en zo. Als Femke er terug gaat zien, denk je, jeetje, die gast helemaal naar Almere gegaan om het kutfilmpje te maken. Ja, Femke, zo ver gaan we voor deze serie. You want chicken? I am chicken. Oké, ik ga ze even naast elkaar leggen. Dit was een one-taker. You want chicken? I am chicken.
Het is echt fucking goed gelukt. Ik ben echt... Ook deze tweede dag was weer één groot succes. Morgen zie ik jullie weer. En nu ga ik uit deze winkel, want volgens mij willen ze me er weg hebben. What's good, Kelfam? Ik ben hier. Het is woensdag met Justin. Hey, yo. Hallo. Hey. Hey. Hi. We gaan vandaag deze foto van Femke namaken. Een prachtig fotootje op een steigertje, waarschijnlijk midden in de zomer gemaakt. Justin, wat ga je doen? Justin, wat doe je? Je bent gek in je hoofd. Justin, je bent gek in je hoofd. Het is iets van 2 graden of zo. En ik ga in een korte broekje en een shirtje op een steiger zitten. Ik heb de juiste outfit geregeld. Het is een beetje koud voor deze tijd van het jaar. Maar ik ga hem eventjes omkleden. Het zijn hele bijzondere sokken. Je denkt dat het zijn normale sokken. Wat dan? Als je zo doet en je brengt ze bij elkaar. Je vouwt een propje en je doet dit. Boy, laat me zien dat je slijt. Nee, nu maak ik je de mijne, mijne. Look at me being fucking Femke Louise and shit. Was good, man. Ja, gewoon zwoer in de camera. Kan je wel, toch? Boom. Boom. Okay. Kijk, dit. Dit is goud. Goud. Dit is goud. Dit is echt fucking mooi. Kelvin, is hij officieel goedgekeurd? Hij is officieel goedgekeurd. Het is wel eventjes 50 graden kouder. Dus we gaan er een klein beetje een zonnig filtertje overheen gooien. Maar dat ziet het er zo uit. Goed. Ik ben trots op ons. Ik ook. Deze was niet heel moeilijk, maar nee. Hij is wel bijna identiek. Ja joh, hij is perfect. Dat is mooi. Lekker man. Love it. Zie jullie morgen. What's good, man? What's good, Kelvin? Ik ben onderweg naar de Seafood Bar. Dat is een plek in Amsterdam waar je lekker vis kan halen. Ik ga daar naartoe, want ik moet deze foto namaken van Femke. Wat ze aan heeft, is weer dat je denkt, waarom heb ik dit in godsnaam uitgekozen? Gelukkig is de outfit niet te complex, maar hij is wel, hoe noem je dat, een beetje sexy, als ik begreep wat ik bedoel. Volgens mij is deze foto in het buitenland gemaakt, dus het zal me nooit lukken om hem één op één helemaal exact dezelfde locatie te krijgen. Maar ik denk dat ik hier redelijk in de buurt kom. Zeg maar midden in een restaurant om te gaan kleden, dat lijkt me niet heel verstandig. Dus ik heb besloten om even naar het toilet te gaan om me hier om te toveren tot seksbom. En gelukkig heb ik een hele mooie warme lange jas aan, dus die kan ik er dan overheen doen. Ja kijk, dit is dus zeg maar het ding. Dit is het. Ik zie het niet echt zitten, maar we gaan het maar gewoon doen. Weet je. Mensen zullen wel denken, jeetje gozer. Hier, hoppakee, een paar kettingjes. Zo, kijk eens aan. Dit is nog best wel een prima outfit om eerlijk te zijn. En dan plakken we hem erop. Wat heb ik? Ik heb net de foto even laten zien aan wat mensen van het personeel en gevraagd of ze mij iets kunnen geven wat daar nogal op lijkt. Scampi mango? Ja, lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dat ziet er top uit. Fantastisch. Oké, ik zit in mijn fucking koude tering outfit op min 15. Ik heb iemand van het personeel even gevraagd of ze de foto wil maken. Mocht je afvragen wat ik aan het doen ben, het is niet wat het lijkt. Het is wel even de Amsterdamse variant van de foto, maar ik ga helemaal stuk. Kijk heel even de foto's. Ik vind het echt, ik vind dat ik deze inmiddels wel verdiend heb. Tot jullie morgen. What's good, Kelfam? Hallo. Oh, het is nog steeds rood. Tot nu toe gaat het hartstikke goed. Het is deze foto. Hij is prachtig. Het is niet de allermoeilijkste ooit, maar het is wel een excuus om naar de Mac te gaan. Dus. Goedendag, welkom. Mag ik een bestelling? Jazeker. Ik zou wel graag een milkshake willen. Welke smaak? Doe maar banaan. Klein, middel of groot? Heeft u één momentje, dan moet ik heel eventjes iets... Even kijken. Doe maar een middel. We zijn geparkeerd, dames en heren. Oké. De plan is als volgt. Ik heb een drankie. Ik heb een McDonald's drankie. Ik ga even mijn outfit aandoen. Ze heeft een soort bandana om en nog iets. En dan moet dit te doen zijn. Oh, ze heeft eigenlijk alleen maar een bandana. En een soort rode dingetje. It's not even very difficult. Het enige wat we nu nog nodig hebben is de milkshake. En dan, dan kunnen we ervoor gaan. Kijk eens even. Ik ga hem gewoon maken. Oké, wat ze nu doet, ze doet hem met de rechterhand foto maken. Hoe heeft ze dit raam ooit? Hoe zit zij? Leunt ze een beetje voorover? Wat doet ze met de lip? Ze doet hem niet eens in de mond. Ze heeft hem gewoon tegen de lip aan. Zo, dit is wel moeilijker dan gedacht, man, deze. Oké! Ik heb expres een beetje debiel gedaan, want ik vind die lip echt goud. Ik dacht, ik steek dat rietje gewoon helemaal in mijn lip.
Ik vind het op zich al mooi gelukt. Je hebt gewoon een piercing gezet bij jezelf met het rietje gewoon. Oh, oké, ik ga mijn kleedjes weer aandoen en deze nagels moeten eraf. Jongens, bedankt en tot de volgende maar weer. What's good, KelFam? Ik ben onderweg naar iemand, een heel speciaal persoon, want ik ga deze story van Femke namaken. Dames en heren, een hele speciale show van Femke Louise en live from the Philippines. Het filmpje is opgenomen in de Filipijnen en ik heb niet echt de moeite genomen om daar daadwerkelijk naartoe te vliegen. Dus we gaan het hier in Nederland doen, maar ik ga wel langs bij degene die in het filmpje zit om ervoor te zorgen dat hij identiek wordt. Goedemiddag. We zijn hier al druk aan het oefenen. Oké. Okay. Mijn vrouw speelt eventjes Femke Louise. Oké. Okay. Hey, alles goed? Ja. Jeetje, jullie hebben ook echt volgens mij allemaal de juiste outfits aan, of niet? Ja. Ik sta echt helemaal voor paal, want ik ken dit hele dansje nog niet. Oh. Dus ken jij je tekst wel, Dennis? Inmiddels? Ja, live from the Philippines. Special performance volgens mij. Iets in die trant. Zijn we er een beetje klaar voor? Ja. We zijn inmiddels naar de Haagse Duinen gereden, toch? Ja, zeker. De Haagse Duinen. De Duinen. En we gaan het eigenlijk hier fabriceren. Dennis is als een soort boswachter aan de slag geweest om een juiste tak te vinden. Het dansje kennen we allemaal uit ons hoofd, dus volgens mij kan het niet meer fout gaan. Nee. Ben je er klaar voor, Kook? Goed zo. Oh, dus drie kinderen zitten op je boom, zeg. Ja, nee, ja, kom hier koken. We beginnen op mij. Dan... Ladies and gentlemen, a very special show, live from the Philippines, from Femke Louise. Dames en heren, een hele speciale show, Femke Louise en Louise, live from the Philippines. Oké, we zijn er terug uit het bos. De video is gelukt en dat mogen we onszelf trakteren. 3, 2, 1. Coco eet voor het eerst een paprika. Is het lekker? Ja. Goed zo. What's good, Kjoffer? We zijn aangekomen bij de laatste dag. Het is zondag en ik heb een jurk aan. Aangezien het redelijk koud is deze dagen en ik toch wel in een jurk op een steiger moet gaan staan met een wapen wat niet helemaal legaal is. Dus vertel het alsjeblieft niet tegen de autoriteiten. Mocht je afvragen, hey, waarom tril je zo? Nou, het is heel erg koud. Ik ga straks mijn jas uitdoen, dan pak ik dat speelgoedpistooltje. Dan gaan we even snel de foto maken en dan gaan we er als de wiedeweer gaan vandoor. Want schijnbaar kun je 6 maanden vastzitten als je dit ding in bezit hebt. Dus dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Okay, het is en fucking koud en er komt net een boot aan en we willen niet dat die boot ons ziet met dit wapen. Kijk, mijn rennen in mijn jurk. Oké. Snel. Okay. Zit ik dan in mijn jurk? Oké. We zijn een stukje verderop. Volgens mij is het hier iets veiliger. Ik ga eventjes de foto checken. Jezus. Wat een ramp. Wat verschrikkelijk. De steiger is ook niet precies hetzelfde. Maar ik vind wel, het is een poging. Het is een poging. Vergeet niet deze video te liken, want bij zoveel likes komt er morgen weer een nieuwe video. Dus doe dat dan sowieso binnen 24 uur. En dan check ik jullie morgen hopelijk met een nieuwe video. Joejoe!